We staan hier. Vanavond speelt Gorki. Gorki, Luc De Vos. Gorki, zijn cd uit 91. Gorki, helemaal integraal na. Daarom gaan wij nu Luc De Vos, Gorki, Gorki interviewen. Soms vraagt de mens zich af hoe het in godsnaam overleven. Ik werd altijd maar gedwongen van altijd maar van alles te doen. En ik wilde eigenlijk alleen maar één ding, namelijk zanger worden van de groep Gorki. Gorki, Gorki. De producer Wouter van Bellen zei van, je moet toch een keer een rustpunt hebben ook, midden in die cd. En dan hebben we dus een uptempo nummerke dat we hadden, dat heette Mia. En we hebben het dan een beetje vertraagd met zo'n mooi riffje erbij. Zo. Dat hebben we dan midden op die plaat gezet als een soort van rustpunt. Als je live performt moet je het moment laten spreken, denk ik. Niet te veel tierlantijntjes. Lieve kleine krokodil. Ah nee, dat kan niet. Dat is krokodil neuken. Die plaat was onze debuutplaat. Dus ik had nog nooit een plaat gemaakt. Ik kan er nooit in een studio zitten. Of ik kan nooit een studio van dichtbij gezien. Dus dat was allemaal nieuw voor mij. En pas later met andere cd's te maken heb ik de stijl zelf zo wat geleerd. En ben ik nu op mijn 45ste vind ik mezelf de perfecte vakman. Het zitten er twee gasten op een dak, maar hoe is dat? Komt eraf, of ik zet er op. Ja, ik kan er ook niet aan doen dat de meeste mensen die in hun eerste cd blijven terugkijken. En dat kan mij eigenlijk niet zoveel schelen, hè, maar ik wijs er natuurlijk meestal op, vaak op, dat ons later werk dat hij inderdaad minstens even goed vindt. Leve Cutting Edge! Leve Gorki from Belgium! Yes baby! Joepie! Thank you.